Goedemorgen iedereen, hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag is het woensdag, het is 10:30. Ik zit hier in de zetel te wachten. Ik ben al meer dan een half uur klaar, maar ik wacht tot Celine stuurt dat ze naar kantoor vertrekt, want die moest naar de dokter voor haar ijzer te checken, denk ik, of zoiets. Dus die ging laten weten wanneer die naar kantoor vertrok en dan kan ik ook vertrekken. En ik heb al mijn mails al gedaan. En om nu nog echt zo te beginnen aan iets te monteren of content te maken, as we speak, stuurt ze. Ah, dat is vertrokken. Dus, ik dacht, ik zet me even in de zetel. Voor die 10 minuten. Nou, ze heeft gestuurd dat ze onderweg is, dus ik ga nog 5 minuten wachten. En dan ga ik ook vertrekken naar kantoor. Daarna gaan we naar de Maison du Monde eens kijken. Daarna gaan we lunchen in Hasselt. Dan gaan we naar de nieuwe winkel van Name It Kids. En dan wil ik ook nog naar de Primark gaan. Ik weet niet of Celine dan nog meegaat, want die moet Noah ook halen van school. Noah gaat nu naar school natuurlijk. Maar we zullen zien. Ik denk dat ik sowieso dan apart ga rijden. Maar eigenlijk een shoppingdag. Een fijne dag in het werkleven van Thalisa. Een super fijne dag. Dus ja, het is wel tof. Maar eerst gaan we naar kantoor. Gaan we daar wel wat werken. Dus dat is numero uno op de planning. Ik ben op kantoor. Het is blijkbaar paalkermis dit weekend. Dus er was echt geen plaats voor de deur. Dus ik heb echt 3 keer een rondje moeten rijden. Maar ja, oké, okay, maakt niet uit, want Celine is er toch ook nog niet. Ik ben sowieso te vroeg. Maar Celine stuurt een audiobericht. Waarschijnlijk dat ze geen parking vindt. Oh, het is weer kermis, hè. Ik moet mij hier weer ergens zetten. Ik kom nu ook nog eens van de andere kant. Dus ik heb wel niet gezien in die straat van de bank. Oh, ik ga me maar weer zo op de zonstuk ergens zetten. Oké. Nou, ze heeft iets gevonden. Dus dat is goed, hè. En dan kunnen we beginnen. Ik ga alvast de tickets printen. Want het was een nieuwe collectie ook gisteren. Hey guys. Hey guys. We zijn klaar op kantoor. En nu gaan we naar Hasselt. Shoppen. Shoppen. We zijn net bij de Maison du Monde geweest. Maar ik ben zo donker. Oh, buiten adem, man. Echt erg. En we hebben van alles gevonden. Ik zal jullie sowieso straks laten zien wat dat ik heb gekocht. Maar wel echt tof. Een poefje voor de babykamer heb ik gekocht. Een mobieltje. Ja, van alles. I will show you later. Maar het is wel heel cute. En nu gaan we doorrijden naar de parking. We zijn apart, omdat, dat heb ik al gezegd, denk ik. Maar Celine, Noah moet halen straks. En dan gaan we eten, denk ik eerst. Thank you.
ben terug onderweg naar huis. Het is bijna 4:30. Celine is denk ik een kwartiertje voor mij vertrokken in de Primark. Ik was nog bij de Home gaan kijken, maar echt, Primark was teleurstellend. Man, man, man. En ik heb zoveel zin in een Cola Zero van de McDonald's. Echt heel erg eigenlijk. Maar ik kan moeilijk alleen een Cola Zero nemen, hè. Dus ik ga ook maar een gewone hamburger pakken, denk ik. Oh. Ik heb eigenlijk geen honger thans. Maar ik heb zoveel zin in de Cola Zero en per se van de McDonald's. Omdat die zo lekker zijn met die ijsblokken en zo fris. Het is vandaag warm. Oh, ik heb er echt zin in, dus ik ga het doen. En dan ga ik een gewone hamburger nemen, denk ik. Eens kijken wat ze nog. Chicken nuggets, nee. Ja, oké, ik ga een gewone hamburger nemen. Dan maar erbij, omdat het moet. Omdat ik niet alleen een Cola Zero kan nemen. Dan denken die van de McDonald's ook waarschijnlijk, hè. Hoe vreemd. Waarom alleen een Cola Zero? Dus ja. Goedendag, mag ik betalen? Ja, één gewone hamburger. Hamburger? Ja, en een grote Cola Zero. Wat? Ja. Dank u. Oké. We did it. We did it. Oké, ik ga even mijn auto eten. Een hamburger. Grappig, dat meisje van de McDonald's zei, zijt je niet Thalisa? Ik heet ook Thalisa. Dat is een naamgenootje. Ze hadden een extra ijsje over. Ze vroeg als ik dat wou hebben. Maar ik heb geen zin in ijs. Maar oké, ik zei ik ben lactose intolerant, maar tegenwoordig eet ik dat wel. Maar ik dacht, ja, nee. Ik heb echt geen zin in ijs. Ik heb wel mijn cola. Er is toch altijd iets met de Cola Zero's in de McDonald's. Hoeveel lekkerder die zijn, vind ik. Kan je even hier zetten, is dat niet beter? Ik denk het wel. Sorry als ik smek, hè. Maar heel grappig. We waren bij Named Kids. En er komt zo'n vrouw. En Celine kent die. En blijkbaar is dat de vroedvrouw. De vroedvrouw van Celine, maar ik heb dezelfde vroedvrouw. Maar ik had die nog niet gezien. Ik heb nu ergens waarschijnlijk eind september, denk ik, een afspraak met haar. Om haar zo te leren kennen. En ja, Celine zei zo, ah, dat is een vroedvrouw, hè. Ik zo, oh. En zo, nu heb ik haar alles gezien. Heel grappig. Om die dan zo tegen te komen. Die was ook aan het shoppen. Zoals wij aan toen waren. Het was wel fijn om nog eens zo te gaan shoppen. Het was echt lang geleden, echt zo met Celine zo. Vroeger deden we dat heel veel. Maar nu is het echt al lang geleden. Ik ben trouwens niet aan het rijden, hè. Ik sta op de parking van de McDonald's. En dan in de Primark kwam er nog iemand tegen, Karen. Van vroeger, bij Carpe Clinic, gingen we vroeger onze lippen laten doen. Daar gaan we niet meer. Karen werkt daar ook niet meer. En die kwamen tegen. Daar gingen we soms ook zo mee lunchen en zo. Een hele toffe. Dus dat was ook al lang geleden. In de Primark hadden ze trouwens echt niks. Allee, ik heb natuurlijk wel wat gekocht. Maar niet zo voor baby's of zo. Stelde me echt teleur. Nou ja. Oké. Ik sta hier echt zo voor. Hier de baan voor mij. Het zijn rode lichten. Dus die mensen staan daar zo allemaal aan te schuiven. Die zijn echt naar mij aan het kijken van. Tegen wie is die aan het praten of wat in godsnaam is die aan het doen? Ja, oké, mensen kijken echt raar. Oké, ik ga even verder opeten en dan ga ik richting huis.
Ik ben terug thuis en ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht voor ik mij te groei ga zetten. Oh. Ik heb deze poef gekocht. Kijk hoe mooi. Van mij zo. Dumont, sorry, ik heb oprispingen. All day, every day. Dus als je mij zo of zo hoort doen, can't help it. Maar dat is deze hele grote poef. Muffin. Ik zit aan de trap, dus Muffin zit hiervoor. En ik ga me daar even opzetten. Want ik heb pijn aan mijn staartbeen. Dus ik ga niet op de grond zitten. Oh ja. Oh ja, oké. Hij zit wel goed, precies. Ik hoop dat jullie niet tussen mijn benen kunnen kijken. Dus die had ik van mijn Zodumon en die wil ik voor op de babykamer. Met dat terracotta erin en zo gaat dat kei mooi passen. Kijk er al naar uit. Dan had ik nog een paar dingen in mijn Zodumon, namelijk dit kussen. Dit wil ik misschien ook in de stoel op de babykamer leggen. Maar voorlopig, als ik ga versieren voor de herfst, ga ik dat in onze ronde stoel leggen. Dus dat gaat dat wel heel mooi passen. Dan had ik nog een mobieltje. Ik heb één mobieltje van de gele flamingo. Die ga ik boven het parkje hangen, eens het parkje staat. En deze wil ik... Het zit een beetje... Oeh, er komt geluid uit. Het zit een beetje doorheen, maar... ziet er zo uit. Deze wil ik hangen op een kamer. Muffin. Muffin. Mijn petje. Waar is dat? Dus deze wil ik op het kamertje hangen. En dat ook weer perfect met de kleuren past. Oker en zo. I love it. Dat is zo fijn als alles zo mooi samen past. Dan heb ik nog... twee mokken gekocht. Oh, echt, als er iets is waar ik aan verslaafd ben, dan zijn het mokken. Deze, ik dacht super cute ook voor de herfst met zo'n terracotta en geel. Muffin, gaat je nu overal aan komen ruiken? En nog een herfstmok. Want elk seizoen switch ik mijn tassen. Ik heb zo, ja. Ja, een ding met tassen natuurlijk, of mokken, hoe je het wilt noemen. Koffiebekers of theetassen. En elk seizoen wissel ik. Ik heb er voor kerst en dan heb ik er voor de herfstmaand. En dan heb ik er lente, zomer in één. Dus dan heb ik ook nog deze met het eekhoorntje. Vond ik ook super mooi. Dus deze twee gaan bij de herfst. Mokken komen binnenkort. Ik denk dat ik midden september of zo dat allemaal ga switchen. Dus, dan hebben we de Primark. Ah ja, die laten de kapstokken er altijd aan als ik al vergeten. Maar dat is wel goed. Want ik kom altijd kapstokken tekort. Ik heb deze beanie gekocht. Beige. Ribble beanie. Niet echt iets heel speciaals. Muffin gaat hier blijven zitten. Het is wel niet gemakkelijk voor mij, maar oké. Okay. Dan dit kleed. Dat is zo'n stretchy winterstofje in het kaki. Ik heb dat in een large genomen. Want als ik dat voor mij hield en ik dacht als mijn buik nog groter wordt, dan gaat dat anders te kort zijn. Dus ik hoop dat dat gaat passen, want ik heb niks gepast. Zeker niet in de Primark, ik ga het passen. En dan heb ik hetzelfde in het zwart genomen. Ik dacht dat is ook cute met hoge botten in de herfst en in de wintermaanden. Dat ik nog goed kan dragen wat goed zit en waar ik me comfortabel bij voel. Dan heb ik dit. Ja, zo'n lounge blouse, loungewear. En daar hoort dan deze broek bij. Dat is geen zwangerschapsbroek of zo. Ik heb dat allebei in een medium genomen. Dus ik hoop dat dat past. Zeker die broek. Ik ga die waarschijnlijk wel onder mijn buik zo moeten dragen. Maar ja, dat gaat wel lukken. En dan heb ik voor... Amai, ik wou bijna de naam van ons
kind zeggen. Maar dan hebben we dus voor de baby dit jeansjasje. Dat is 3 tot 6 maanden met zo'n teddy dingetje van binnen. Die gaat 3 maanden zijn in maart. Dus dan kan die zo, ja, misschien februari of maart dit zo overaan doen. Lekker warm en cute. En dan heb ik nog sokjes gekocht. Heel simpel. Zwart-grijs, donkergrijs met zo sterretjes van onder anti-slip. Dus dat was het van de Primark. Veel mensen zeggen wel Primark. Zeker, ik zeg altijd Primark. Omdat dat op zijn Engels is. Amai. Oprispingen dat ik heb. En dat zijn geen boeren, hè. Dat is gewoon zo lucht wat. Ja, eigenlijk zijn dat... Eigenlijk zijn er dan wel boeren, maar eigenlijk ook niet. Maar ja. Dan heb ik nog geshopt bij Name It Kids. Dat is een nieuwe kinderwinkel in Hasselt. Ik kende dat wel al van online. Via Celine wist ik al dat ze daar leuke dingen hebben. Maar nu was er een winkel in Hasselt, dus zijn we daar ook naartoe gegaan. Dus eerst heb ik dit berenpakje. Ik heb zoal iets in het grijs. Maar ik zag deze en ik dacht, oh, die wil ik ook hebben. Voor onze winter baby. Hoe schattig is dit? Deze is ook wel kleiner dan de grijze. Deze is 0 tot 2 maanden. Dus die kan niet direct aandoen als hij geboren is. En van binnen staan ze allemaal peertjes. Dat is ook echt super cute. Echt heel schattig. En dan dat grijs wat ik heb van... Dat is van Next. Dat ga ik dan... Ja, erna aandoen. Allee, dat is denk ik... 2 maanden of zo. Dus, en ik had ook nog zo een grijpmachine gedaan. En ik had dit gewonnen. Dit blauwe mannetje van Name It. Dus en dan eens kijken wat ik nog heb. Ik heb nog... Kijk, ik ga dat hier even toeleggen. Ik heb dit bodytje met lange mouwen. Met dino's. Nooit gedacht dat ik al dino's zou kopen voor mijn kind. Maar dus bij deze eerste ding met dino's op. Maar ik vond dat wel heel schattig voor bij dit. Dus als ik... Wacht, was dat zo? Wou ik dat zo doen? Niet nog iets? Nee, oké. Okay. Ik denk dat ik dat zo wou doen. Dus zo. Dat... Ja, ik kan het moeilijk laten zien zo. Wacht dan. Ik ga het ook proberen. Oké, nee, je ziet dat zo ook niet. Maar ik denk dat je de vibe wel snapt. Deze body dan. Met dat khaki groen joggingsbroekje erbij. En dan is er zo'n khaki groen golfje bij mijn rits. Super cute. Daar heb ik trouwens alle 3 genomen in een 56. Dus 1 tot 2 maanden. Dan heb ik een pyjamaatje genomen in maat... 62, dat is 2 tot 4 maanden. Omdat dit is een iets dunnere stof. Voelt wel super goed. Dat is zo katoen, bio-katoen. En ja, ik dacht dat kan me meer aandoen als het meer maart-april is. Dus dat is dit, beige met luchtballonnetjes. Ook heel schattig. En dan had ik nog dit. Een gestreept bodytje. En daarbij, ook heel schattig, zo een leggingsje. Die heb ik ook in maat 56 genomen. Dus dat hoort dan zo samen. Heel schattig allemaal. Can't wait for my baby, our baby, to come. Hij gaat zo cute zijn. Oh, kijk er echt naar uit. Hij gaat zo schattig. Hoop ik natuurlijk toch. Maar ja, eigen kind. Schoonkind zeker. Sowieso. Dus fingers crossed. Maar ik ben er zeker van dat ik mijn eigen kind het mooiste kind ooit ga vinden. Oké, dat was het voor de haul. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Want ik ga waarschijnlijk niks meer echt doen. Ik ga een beetje werken nu. Het is 4 uur. 10 na 4.
Niels is binnen een klein uurtje thuis. En dan ga ik daarna eten maken en onze avondroutine, tv kijken, Niels gaat sporten. Ik ga misschien wat yoga doen, zo'n dingen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk, dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na en dan zie ik jullie snel weer allemaal. Dag!